dat de laatste dagen zeker kunnen zien. De eerste vier zijn weg. Irvine is goed weggekomen. Maar het gat is er. En de aanval van Schumacher aan de binnenkant bij Häkkinen, die gaat er voorbij. Absoluut, als je daar de binnenkant kiest, dan pak je de leiding. En Schumacher slaat na één rondje toe en verwijst Mika Häkkinen terug. Dit is de allereerste keer in het seizoen 2000 dat de grote woorden van Schumacher, van ja, kan de snelheid van de McLaren volgen, hier de waarheid zijn. Nu leidt hij de wedstrijd. Nu heeft hij laten zien dat de snelheid van de Ferrari erin is, waarmee ze zich kunnen matchen met de snelste auto's van de afgelopen jaren. Want zo kun je de McLaren gewoon wel noemen. Het is dus belangrijk dat Ferrari in die winter die stap voorwaarts gemaakt hebben, waardoor ze nu al vanaf het begin van het seizoen competitief zijn.